fijn dat jullie allemaal zijn gekomen naar de tweede editie van Arrive Live. Met deze prestatie hebben jullie jezelf en de Nederlandse samenleving een prachtig cadeau gegeven. Ik bezit een diploma van een bekende serious business school. Ik heb 5 jaar ervaring, werkervaring bij de Verenigde Naties. Maar dat was niet goed genoeg om mij toegang te geven tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is ontzettend belangrijk dat mensen niet alleen maar de mogelijkheid hebben om te studeren, maar dat vervolgens ook de brug wordt gelegd naar het werk. Onze organisatie is gewend om met andere culturen te werken. Je gaat gewoon een sollicitatiegesprek aan, dus we ervaren het niet als iets bijzonders. Ja, dat werkt natuurlijk fantastisch. Dat we studenten hebben die soms pas 3 jaar in Nederland zijn en al gelijk kunnen participeren in het arbeidsproces en eigenlijk op eigen niveau aan de slag kunnen. En daar werken we heel graag aan mee. De winnaar van de Publieksprijs 2019 is... Dalal Ghanem. Proficiat, proficiat, proficiat. Dames en heren, de winnaar van de UAF Award 2019 is... Karun Rani. Uiteindelijk een eer voor Nederland om hun bijdrage aan de kunst en cultuur te mogen ontvangen. Gefeliciteerd Karun en Rani en iedereen gefeliciteerd. De toekomst van Nederland staat hier, dames en heren. En ik ben trotser dan ooit. Confetti!